Hey allemaal, goedemiddag lieve mensen. Goedemiddag deze woensdagmiddag. En ik heet jullie van allemaal van harte welkom bij mijn volgende kookvideo. En vandaag ga ik weer iets simpels voor jullie maken. En vandaag gaan we voor keto frietjes. En keto frietjes maken we vandaag uit 3 ingrediënten. En ik ga even kijken of ik het licht iets beter krijg. Ja. 3 ingrediënten, eigenlijk weer een heel makkelijk receptje dus. En we beginnen vandaag met amandelmeel. Amandelmeel en die gaan we afmeten. En dan nemen we 100 gram amandelmeel. Het volgende ingrediënt is misschien iets wat jullie niet helemaal bekend is. Maar het is eigenlijk vrij simpel verkrijgbaar. Je kunt het sowieso opzoeken op Google en ja, dan komen de shops te boven zoveel als je wilt. En het gaat over xanthaangum. En wat is nou xanthaangum? Xanthaangum is een natuurlijk bindmiddel eigenlijk. En daar gaan we vandaag 3 theelepeltjes van gebruiken. Dus veeg de lepeltjes een beetje af. Ik heb een beetje veel zie ik, dus de volgende neem ik wat minder. 3 theelepeltjes en die doe je bij je amandelmeel. Voordat we dan verder gaan met het volgende ingrediënt, gaan we het eerst heel goed door elkaar mixen, zodat je de droge ingrediënten al goed door elkaar hebt gemixt. Gebruik daar gewoon een spateltje voor en zorg dat de xanthaangum netjes verdeeld is door het amandelmeel, zodat het een mooie gelijkwaardig poeder wordt, zal ik maar zeggen. Dat je niks meer ziet, alles opgelost is en alles dezelfde kleur heeft. Dan krijg je eigenlijk een beetje dit idee. Nou, dan zijn we alweer toe aan het laatste ingrediënt. Simpel, hè? Ik heb wat kokend water genomen. En van het kokend water ga ik 6 eetlepels, en daar gebruik ik weer de maatjes voor, heet water toevoegen aan het amandelmeel. 2, 3, 4, 5, 6. Nou, het kind kan de was doen, toch? Dit is eigenlijk het recept al. Nou, dat ga je door elkaar roeren en dan krijg je een soort van deegbal. Zorg dat het allemaal goed vermengt. Als je nou ziet dat je echt te weinig hebt, ben niet te snel met nog wat water door toevoegen. Want het xanthaangum dat doet eigenlijk nu zijn werk door het hete water, zal ik maar zeggen. En dat maakt dat je een heel mooi deegje krijgt. Dus goed door elkaar roeren dat alle amandelmeel goed opgenomen is. Nou weet ik dat er heel veel mensen zijn die heel blij worden van deeg. Ik word niet zo blij van deeg, ik vind dat echt heel vies. Maar ik zal er niet aan ontkomen om dit vandaag verder te kneden met mijn handen natuurlijk. Ik heb mijn splint al afgedaan, want dan komt het daar in ieder geval niet op. Nou, het plakt mooi aan elkaar. En dan krijg je eigenlijk zo'n deegbal. Dat kneed je nog even wat verder tot die mooi, ja, hoe zeg je dat, elastisch wordt. En dan zit het er eigenlijk eventjes op voor dit deeg. Ik heb vanmorgen natuurlijk al een deegje gemaakt, omdat ik jullie ook zo meteen het eindresultaat wil laten zien. En daar heb ik ook wat deeg van bewaard. Dus nou, je maakt er eigenlijk een mooie bal van. En zoals je ziet is die, ja, mooi glad en rond. En dat is eigenlijk wat je wilt bereiken. Dat je een mooi elastisch deeg hebt. Nou, dat leg je even terug in je beslagkommetje. En dan dek je het af met wat huishoudfolie. En dan mag je hem 15 minuutjes laten rusten. En dat is niet omdat het deeg moet rijzen, maar omdat dan
xanthaangum de optimale tijd krijgt om zijn werk te doen. En jouw deegje perfect maakt om er zometeen frietjes van te bakken. Dus die zetten we even aan de kant, even afgedekt en aan de kant. Even mijn handen een klein beetje afvegen. En dan ga ik jullie meenemen naar de volgende stap met het deeg wat ik bewaard heb. Als je straks 15 minuten verder bent, dan haal je het deeg uit de kom en leg je er een bakpapiertje bovenop. En dan ga je hem uitrollen. En dan rol je hem uit tot een plak van, wat zal het zijn, een halve centimeter dik. Ik heb dat natuurlijk al gedaan en daar heb ik wat frietjes van bewaard. En ik ga ze nog even door de midden snijden, want ik had mijn plakje vrij dik gemaakt. En ik heb gezien dat als je ze bakt, dat ze dan een beetje nog uitzetten. En dan krijg je eigenlijk best wel dikke frietjes. En dat willen we natuurlijk niet. Dus ik ga ze allemaal nog een keertje door de midden snijden. Voordat ik ze in de pan ga leggen. In je koekenpannetje, daar warm je een laagje olijfolie op. Niet zo heel veel, maar wel zoveel dat je ze goed rondom kunt bakken. Neem gewoon de olijfolie die jij lekker vindt. Ik gebruik hier, ik heb altijd heel veel olijfolies die ik meng met kruiden. Zodat je kruidenolie krijgt. Maar hiervoor heb ik gewoon de plain, milde olijfolie genomen. En ja, die zijn eigenlijk in elke supermarkt gewoon verkrijgbaar. Als je het deegje hebt gesneden, zou ik maar zeggen. Dus probeer van het deeg een soort van rechthoek te maken. Zodat je een beetje rechtere frietjes krijgt. En niet alle randjes allemaal over hebt. Dan snij je ze zo dun mogelijk. En zo dun mogelijk is een beetje zoals ik het hier nu gedaan heb. En dan warm je dus een pan op met een laagje olijfolie. Dat heb ik al gedaan. En daar ga ik nu één voor één de frietjes in leggen. Pas een beetje op, want in deze fase is het deeg nog erg kwetsbaar. En breken ze snel. Je kunt ze zo weer aan elkaar plakken. Totdat je weer een heel frietje hebt. En zo hebben we dus vandaag weer een heel mooi, simpel receptje. Wat eigenlijk zo klaar is. En een heerlijke vervanging is voor de frietjes die we zo af en toe missen. En dan denk je, hoe kan dit nou friet worden? Nou, ik heb ze vanmorgen geprobeerd samen met Erik. En we vonden het echt super lekker. Dus ik hoop dat jullie dat ook lekker vinden. Ik wil jullie vervolgens ook nog even vragen dat als je live kijkt, zet dan even een hartje in de opmerkingen. En kijk je de replay, zet er dan even neer gemist. Oh, ik zie meteen al hartjes kijken komen. Hartstikke lief, dankjewel. En laat me even weten waar vandaan jullie kijken. En of je het gaat maken natuurlijk. Want dat ben ik natuurlijk wel erg benieuwd naar. Gisteren had ik een recept gemaakt op Instagram. En ik ben van plan om dat natuurlijk ook vaker te gaan doen. Ik wil graag meer receptjes delen, maar ik wil jullie geen overkill geven. Dus ik ga het verdelen tussen Facebook en Instagram. Ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Daar kan je me natuurlijk ook gewoon volgen. En doe dat vooral, zou ik zeggen. Ik heb vandaag ook nog een leuke winactie. Ik ga hem er even bij pakken, want ik heb vergeten om hem te pakken. Ik wil jullie namelijk uitdagen en om mij te helpen groeien. En daarbij wil ik jullie belonen. En ik heb een zakje teststrips voor ketose. En die wil ik graag weggeven aan degene die mijn video het meest deelt. Dus om mij zoveel mogelijk bekendheid te geven en het te delen, kan jij een zakje teststrips verdienen. Tag me even als je me gedeeld hebt. En dan, want dan zie ik het natuurlijk ook. En ik zou het super leuk vinden als jullie eraan meedoen. En dan komt deze. Oeps, we hadden even een verbindingsstoring, zag ik. Maar we zijn er weer. Nou, ondertussen zijn natuurlijk de frietjes al een beetje aan het bakken. En kan je ze omdraaien. Ik ben daar nog voorzichtig mee, want in deze fase breken ze nog snel. Ik gebruik daar een kookpincet voor. Dus echt, dat heb ik ooit eens gekocht en dat gebruik ik echt zoveel, ook voor het omdraaien van vlees.
Als de frietjes zometeen ook aan de andere kant gebakken zijn, dan zul je zien dat ze heel snel krokant worden ook. En dat je ze snel gewoon rond kunt roeren met een spatel. Kijk, zie je? Deze is al helemaal recht. Ze worden echt heel snel knapperig. De enige fout die je hierbij kunt maken, en dat is precies wat ik vanmorgen heb gedaan, is dat je ze te lang laat bakken. Ze groeien een beetje, ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Ze worden echt groter. Even mijn pannetje een beetje draaien, want hij bakt niet overal gelijk. Dan kan je al gelijk zien dat deze een stuk gegroeid zijn. Dus ze zetten een beetje op. En dan zou je er nog voor kunnen kiezen bijvoorbeeld, want deze gaat echt heel hard, dat je die even door de midden snijdt. Dan heb je er meteen een paar meer. Dit receptje met 100 gram amandelmeel krijg je eigenlijk best wel veel frietjes van. Dan kun je ruim met 2 mensen van eten. Dus natuurlijk een vleesje of zo erbij. Kijk, ik heb hem door de midden gesneden en dan gaat het eigenlijk nog steeds goed. Dus heb je ze wat te breed gemaakt en groeien ze te hard in je pan en wil je ze smaller, pak hem er dan gewoon uit en snij hem door de midden. En dan mogen ze mooi bruin worden. Lichtbruin is meer dan voldoende, mensen. Ik heb natuurlijk al een batch van tevoren gemaakt. En die wil ik jullie graag laten zien. Als ze nou zometeen lichtbruin gekleurd zijn aan beide kanten, dus je hebt ze meerdere keren omgedraaid en ze zijn echt, het hoeft echt maar heel licht bruin van kleur, een beetje dit idee, dan haal je ze eruit en leg je ze op een keukenpapiertje en dan doe je er wat Himalaya zout overheen. Ik ga even kijken zometeen hoe hard het bakt. Dat wil jullie niet zo lang ophouden. Maar het zou leuk zijn als ze nog klaar zijn in deze video natuurlijk. Misschien kan ik hem een klein beetje harder zetten. En dan krijg je dus eigenlijk dit. Dus ik heb het hier in een glaasje gezet. Ze blijven knapperig. Deze heb ik vanmorgen gemaakt. En die, zoals je hoort, blijft knapperig. Echt super lekker. Lekker een beetje husselen met wat Himalaya zout. En dan smaken ze echt heel goed. Ja, ik moet me opofferen, want hij viel. Ze worden mooi bruin al, jongens. En dan kunnen ze er zo meteen al uit. Nou, hoe simpel kan het zijn? Ik denk dat dit misschien ook nog wel lekker is als je er wat meer kruiden doorheen doet. Maar ik moet zeggen dat ik het met alleen een beetje Himalaya zout eigenlijk al heel erg lekker vond. Deze frietjes kun je ook maken met kokosmeel. Dus dat is ook nog eventueel een optie dat we dat laten doen. Dan heb je net een iets andere consistentie en een iets andere smaak natuurlijk. Maar dat is ook een optie. En ik denk niet dat deze nog klaar zijn in deze video. Dan hou ik jullie echt te lang op. Kan iemand mij zeggen hoe lang ik al bezig ben? Dan ga ik er een einde aan maken. Maar dit is het eindresultaat in ieder geval, mensen. Zo ziet het eruit. Het smaakt heerlijk. Ze zijn het lekkerste natuurlijk als je ze warm eet. Maar eigenlijk is dit ook heel lekker als je het af laat koelen. En je neemt het 's avonds als snackje bij je borrelplank of zoiets dergelijks. Of om mee te nemen onderweg in de auto. Lekker knabbelen. Echt super lekker. Ja, goed gekeurd. Nou, dan hoop ik dat ik jullie weer heb kunnen voorzien van een leuk koolhydraatarm/keto receptje. Met heel weinig ingrediënten, wat eigenlijk best wel makkelijk te maken is. Het enige waar je op moet wachten is het rijzen van een deeg. Maar het laten rusten van het deeg, die 15 minuutjes. En dan is het eigenlijk heel simpel zoals jullie zien. En ik hoop te horen dat jullie het allemaal een keer gaan proberen. Laat me vooral weten wat je ervan vond. Dat vind ik altijd erg leuk om te horen. En dan hoop ik jullie morgen weer te zien op Instagram. Tot ziens allemaal. Tot de volgende keer.